dag bezetene van het betere blijdwerk. Check die skates. Dit zijn mijn allereerste aggressive skates, USD Sways. Ik heb die gekocht na mijn fenomenale skatesessie met Stilo, een maat die al meer dan 20 jaar rolt. De link naar die video vind in de beschrijving. Maar aggressive skates of niet, ik ben nog altijd Tim van der Mensbrugge. Vandaag sluit ik een keer een nieuwe richting in met mijn verslaving aan inline skaten. Met zijn stokoude aggressive skates zag ik Stilo grinden op trappen en drempels en al. Ik dacht, fuck, dat ziet er wijs uit. Ik wist, ik moet dat ook kunnen. En dus bestelde ik mij de USD's, waarmee dat het mij nu voor de allereerste keer ziet rondrollen. Ja, lap, en door die stom corona moet ik er blijkbaar een mondmasker rond mijn muilen wikkelen. In dit sportdomein mogen je mondmasker alleen maar afzetten als je rookt. Sporters die niet roken zijn verplicht onder ademhaling heel de tijd te blijmeren. Als verbeeldige burgerman ga ik me daaraan houden, maar helpt er mij aan herinneren dat ik ooit in de voortuin kak van de Charles de Tienerregel heeft bedacht. Dat is hier het skatepark van de Blaarmeersen. Hier 200 meter verder ligt er een spectaculair en spiksplinternieuw skatepark. Maar ik rijd neerdige, er zal nu niemand meer op dat oud skatepark rollen, dus kan ik daar ongestoord wat dingen proberen. Je moet weten, ik heb totaal geen ervaring met ramps en rails en van die toestanden. Dat is een compleet onbekende wereld voor mij. Maar ik wil wel gaan rollen in die wereld. Alleen moeten er niet te veel mensen op staan te kijken terwijl ik mijn stuntlichtheid botvier. Nu kunt u afvragen, is het als complete newbie wel verstandig om uw eerste stappen in het aggressive skaten te zetten op constructies die bij kans uit elkaar vallen? Ik zal u zeggen, nee, vrij verstandig is dat niet. Maar wie dan mij een beetje kent, weet dat ik de verstandigste optie meestal ook de minst spannende vind. In een halfpipe trekt me nog het meeste aan. Als ik daar val, dan is het tenminste nog op een redelijk glad oppervlak. Een paar maanden geleden kwam ik al een keer naar hier met Stilo. Ik kan mijn aggressive skates toen nog niet, maar keek wel vol bewondering naar Stilo zijn kunsten. Check them! Maak me geen illusies. Het zal nog duist lang duren voordat ik Stilo zijn niveau nog maar benader. Maar kijk, ik moet ergens beginnen. Hè. Beetje vooruit rollen, beetje achteruit rollen. Het zal wel. Mijn niveau was zelfs dat belachelijk quarterpipeken een uitdaging die mij deed afvragen. Ben ik er niet uit voor? Zou ik niet beter gaan kleuren wie is met een paar andere bejaarde dertigers? Hola, en waar zit ik nu al met de keer? In het nieuwe skatepark, godverdomme miljarden ju. Passeerde je daar juist een skateboarder langs het oud skatepark en hij vroeg aan mij, wat doe jij hier? Proberen om mijn poten niet te breken, zei ik. Maar gast, je moet naar het nieuwe skatepark, zei hij. Ik moet alles nog leren, ik ga daar niet in de weg van het jonk volk gaan rollen.
Onzin, zei hij. Het is daar dat het moet leren. Up, kom maar mee. En dat is hier dus de bouw. Ik wist onmiddellijk, ik wil me daarin smijten. Pakweg over jaar of zo. Spoiler alert voor een van de volgende filmpjes. Het zal veel eerder zijn. Shit, waarom was ik niet van de eerste keer naar hier gekomen? Deze plaats is de king. Ja, er zijn veel mensen die op een stuk timmerhout rondrollen, maar dat dondert niet. Het is hier dat ik moet zijn als ik mijn skills wil upgraden. Hier ga ik dingen leren die ik een jaar geleden nooit voor mogelijk had gehouden. Check dat meisje met die roze naal. Heb je het gezien? Die is gewoon op die quarterpipe gerold. Als ze zei dat kan, moet ik dat ook kunnen. Dus lieve vrienden van de vrolijke wielen, terwijl ik daar voor de eerste keer rondrolde, stond mijn besluit vast. Ik ga hier de komende weken zwaar komen oefenen. Dit skatepark is te cool om te negeren. Zelfs al beweeg ik gelijk een roestige ijzernekken, ik ga die aggressive skates gebruiken wat ze verdienen. Met trouwens wel aan dat die aggressive skates nog redelijk rap bollen. Het is niet dat het er niet op straat mee kunt komen. Oké, zo niet vredelig hand, maar het is ook niet alsof ik rol op klompen. Het gaat vooruit. Het gaat zelfs verbazend goed vooruit. Gezien ben ik altijd vrij jaloers als ik andere mensen in een kajak of een kano op de lei zie dobberen. Dan denk ik, verdomme, ik was zelf ook kunnen gaan varen. Maar van die jaloezie heb ik geen last als ik zelf op inline skates sta. Zelfs met aggressive skates is dikke fun om mijn helling af te dalen. Dat ik nu verslaafder ben dan ooit aan dit rollend tijdverdrijf.
Dit is alweer het einde van het filmpje. Je mag op like klikken als je wilt. Dan zal ik dankbaar het hoofd buigen. Je mag je ook inschrijven op mijn kanaal. Dan zal ik zelfs mijn romp buigen. En zeer binnenkort mogen nog meer filmpjes verwachten van in het skatepark. Salutjes, yo!